Mag je nu eigenlijk geld overmaken van je zakelijke rekening naar je privérekening? Ja, dat mag en je betaalt daar geen belasting over. Hoe zit dat nu? Heb je namelijk een eenmanszaak of een VOF, dan werkt het als volgt: je krijgt geen salaris meer zoals je gewend bent vanuit loondienst. In plaats daarvan maak je geld over vanuit je zakelijke rekening naar je privérekening. Het bedrag dat je overmaakt mag je zelf weten en ook hoe vaak je dat doet. Of je dat wekelijks doet, maandelijks, één keer per half jaar. Over deze overboekingen betaal je met een eenmanszaak of een VOF geen belasting. Je betaalt namelijk al inkomstenbelasting over je winst uit onderneming. Aan de andere kant zijn deze overboekingen, zogenaamde salaris als ondernemer, geen kosten voor jouw onderneming. Deze overboekingen naar privé zorgen er dus niet voor dat je een lagere winst hebt. Het heeft dus geen zin om al het geld op je zakelijke rekening te laten staan om dan zo min mogelijk belasting te betalen. Net zoals dat je niet meer belasting gaat betalen als je wel alles uitkeert vanuit je zakelijke rekening naar je privérekening. Dit alles werkt natuurlijk heel anders wanneer je een BV hebt en in dienst daarvan bent als directeur-groot-aandeelhouder. Maar zie daarvoor mijn andere video's. Ik ben nu benieuwd welke vragen heb jij nu over je salaris als ondernemer? Laat ze me vooral weten in een bericht onder deze post.